De kids van Talenta Zomerschool weten nu bijna alles van radio en tv maken. Ze waren 2 workshops te gast bij Omroep Almelo. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Alle werkruimtes van Avisi en AVEM werden bekeken. As the leaves turn brown, and we could be the... De redactie. As long as skies are blue. De techniekstudio met het mengpaneel. But you light so soon. When I met you in the summer. En toen begon het werk. Er moest worden aangekondigd, geïnterviewd, vertellen welke muziek gedraaid zou worden. Als de rode lamp brandde, moest iedereen zijn mond houden, behalve de spreker natuurlijk. En er was een workshop interviewen. We fell in love. As the leaves turn brown. And we could be together, baby. As long as skies are blue. You act so innocent now. But you lied so soon. When I met you in the summer. Talenta FM, het programma dat wij, de leerlingen van Talenta Zomerschool, voor u gaan maken. When I met you in the summer. Verrassingsgast was rapper en graffiti-kunstenaar Noemar Renita. De Talenta Kids vroegen hem het hemd van het lijf en hij was best bereid een nummer voor hen te rappen. Direct naar Almelo, dus ik ben een echte Almeloer gewoon. En eigenlijk door mijn hele jaren heen ben ik altijd met creatieve dingen bezig geweest. Als ik nou op school was en ik moest opletten voor rekenen, was ik liever aan het tekenen. En dat heeft me eigenlijk ook gevormd, het hele creatieve ding. En dat is nu eigenlijk de persoon die ik ben. Bedankt voor je interview. Wil je nog een beetje van ons rappen? Natuurlijk. DJ van muziek. Ja, ja. Oh my god. Ik was een stoute jongen, domme jongen, ja. Moeder zei verdomme jongen, denk nog geen keer na. Ik wil niet meer denken, joeg erachterna als hyenas. De hele squad heeft haar gehad, maar ik was niet gehoorzaam. Ik kling rond met Sam, domme jongens, de een vertelt er nooit meer na. Maar ik heb veel verhalen, door is over haar. Je moet niet liggen, boy, brand je billen, hoe. En toen was het tijd voor het televisieinterview buiten bij de graffiti-muur voor het stadhuis aan de Waterboulevard. Waar haal je inspiratie vandaan? Uit het leven, vooral mijn eigen leven, eigen situatie, dingen wat ik zie om mij heen en aan dingen die mij boeien. En waarom ben je echt begonnen met rappen? Ik denk dat het gewoon een manier van uiting is, zeg maar, wat ik miste. Want ik tekende wel veel, maar met tekenen kan je niet altijd alles vertellen. En woorden zijn toch heel krachtig eigenlijk. En op een gegeven moment kwam een vriend naar mij toe en die zegt zo van, kijk, ik heb mijn eerste rap geschreven. En ik was zo overtuigd van de kracht van rap, dacht ik van, ik wil het ook zo proberen. Ook beroemd in Almelo? In Almelo denk ik wel. In Almelo, jawel. Maar dat komt, ik ben hier opgegroeid.
En waar je ook op school opgroeit, zeg maar, dat is, mensen kennen je daar al. En dan vooral als je veel buiten hangt en veel feestjes bezoekt, dan kennen die mensen je al. Dus daar heb ik geluk mee gehad om in mijn stadje gewoon meer aandacht te krijgen dan buiten. Je vingers niet branden aan die no. I know, je wil je vingers niet branden aan die no. Believe me, I know. Je wil je vingers aan die no. I know. I know. The girl is on fire. Ziet in dit winkeltje is eigenlijk de sfeer van de jaren 30, in de tijd van de crisis. En in die crisistijd, dat is wel heel leuk, was het nou ook niet bepaald dat je kunt zeggen dat het allemaal zo geweldig ging. Had je een beetje, was je op leeftijd, dan kon je zelf zo'n winkeltje gaan beginnen. In een schuurtje of een kamertje, want dat kon. In Nederland waren er van dit soort winkeltjes, van deze grootte, 70.000. Uit de tijd van de jaren 30, een crisispakket. En dat was uitgegeven door de HK. Dat is de Handelskamer uit Rotterdam. En dat is tegenwoordig de coöperatie die veel reclame maakt. Nou, als je dan lid daar was en in de tijd van de kerst, dan wilde je graag wat hebben. Dan kreeg je dat bij een speciale prijs. En hier zit dus in wat je nodig had. Kijkt u, ziet u thee, koffie, nou, zeep en ja, boter en enzovoort. Dat is een pakket, heel erg leuk. Daar kun je echt dus mee de crisis door. Inderdaad, ja. De kerstdagen dan, hè. Wat voor producten hebt u allemaal zoal in uw winkel? Want het is echt heel veel. Nou ja, in eerste plaats wat je vroeger had, dat zijn de losse producten, zoals bonen, rijst enzovoort, werd dus los en er werd verpakt in een papieren zak. Maar er is een tijd geweest dat de papieren zakken er niet waren. En dan blijft de vraag over, hoe moest men dat meenemen? Om u een voorbeeld te geven, als je als vrouw zijn een schort droeg en je had een dag dat je dus bruine bonen wou eten, was dat helemaal geen probleem. Want die winkelier die pakte gewoon een schep met bruine bonen en je gooide het zo twee scheppen in het schort en dan kon ze meenemen. En dan hij zei, dat is die prijs, hupsakee, en zo ging dat. In 2004 eigenlijk met het eerste stukje begonnen om de tuin zoals die was helemaal te veranderen. En ieder jaar breiden we daar weer een stukje bij aan. En het voelt voor mij net als borduren. Als je een stukje tuin hebt en je denkt van ik mis daar iets of ik heb hier iets, waar zal ik daar neerzetten? En dan kijk je van oh, dat past daar wel. Het is niks volgens het boekje, gewoon alles op gevoel. Wij zijn gewoon 4 weekenden per jaar open.
Dat is, ik organiseer zelf de Open Tuin de Wierden. Dat is puur alleen voor en door Wierdenaren, wat ook wel steeds meer landelijk wat aantrekt. Maar dat zijn bijna allemaal tuinen die normaal nooit open zijn. Wij hebben inmiddels een naam en doen ook mee met Rondje Tuinen Twente. Doordat je dan open bent, komen er wel eens dames die zeggen van, goh, mogen we niet eens een keer met ons groepje komen? En je hebt tuingroepen die dan 4, 5, 6 tuinen. En af en toe hebben we een bus die komt uit Zuid-Holland en die pikt dan 5 tuinen in Twente. En die gaan naar een kweker die hier bekend is. En dan komen ze zo'n 1,5 uur met 35 mensen. Kopje koffie, taart erbij, allemaal enthousiast. En dan trekken ze door naar de volgende tuin. Ja, die vogels waren er al. Ik heb al vogels vanaf mijn 7e jaar. En dan begint het met een knarrepietje en een grasparkiet. Maar ja, van die manier wordt dat steeds iets bijzonderer. En als je ja, meer ruimte hebt, heb je ook meer mogelijkheden om ja, anders spul te gaan houden. En vandaar. En wat is de meest bijzondere? De meest bijzondere, ja, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Ja, de duivensoorten, er zitten hier wel duivensoorten. Er zijn er niet zoveel van in Nederland. En ja, nou, om daarmee te kweken, dat is een uitdaging. En dat, soms lukt het, maar ook heel vaak lukt het niet. Ik ben lid van een vogelvereniging. Ja, dat is Nee. Dat is een landelijke vereniging, dat is Avionis. Dat is een vereniging voor park en voor parkdieren. Dat zijn fazanten, wilde duiven en eenden en ganzen. Allemaal bedankt. We zien elkaar denk ik morgen van de week en volgende week nog een keertje. Denk je zeker. Maar in elk geval bedankt en dat het dat vandaag een hele mooie dag was. Ja? Oké. De kids van Talenta Zomerschool sloten hun 3 weken werken aan taal af met een spetterende show in Studio 15 Talent House voor ouders en bekenden. Ze begonnen met een dans flashmob. Er volgde een heus debat over beroemdheid, waarin allen zich volgens de regels van de debatkunst roerden. Het debat van vandaag houden we over beroemdheid. Alle fans komen naar je deur en zeggen dat hij BFF mag met een handtekening wil zijn. Want het is toch hartstikke vervelend als mensen de hele dag dingen van je willen bijvoorbeeld. Dan moet je medicijnen kopen en daar is wel geld voor nodig. Je hebt veel geld. Maar je hebt toch andere beroepen met veel geld, zoals advocaat? Nou ben je eigenlijk een soort voorbeeld voor de arme mensen. Maar als je één fout maakt, gaat het hele internet ook vol met je fout. Goed, dus ik ga jullie complimenten geven. Jullie hebben gewonnen. Van het hele 3 weken hebben ze eigenlijk in 1 rep kunnen stoppen met z'n allen. Taal in de hoofdrol. Daar komt ie. Boven al onze verwachtingen hebben wij zoveel leuke dingen meegemaakt met Radio Almelo en A-Visie. Hè, want die hebben dan ook nog daarin meegewerkt. Ze hebben daar namelijk allemaal een echte radio-uitzending gemaakt. En ook dat ze zelf elkaar geïnterviewd bij de radio, bij Radio Almelo. Dat is fantastisch geworden. Wie zegt, oh, dit was echt een hele gave ervaring bij de radio. En dat ga ik me nog wel even in de klas vertellen na de vakantie. En iedereen doet mee, zomerschool, hey! Zomerschool, iedereen doet mee, zomerschool. Ik heb voor alle kinderen een certificaat klaar liggen. Met een evaluatieformulier en een bloemetje. Want dat hebben ze wel verdiend na al het harde werken. En hebben we nog wat voor het publiek, toch? Het publiek moet even meedoen. Er zijn nog een beetje tammetjes. Dus iedereen, komt ie.
1, 2 en 3. Iedereen zegt hey yo. Hey yo. En iedereen zegt hey yo. Hey yo. En iedereen zegt zomerschool. 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 Hamburg, daar begint het feest. Maar op het moment dat je in Almelo binnenkomt, dan hoop ik echt dat daar een waar feest gebeurt. Want uiteindelijk, sport is belangrijk, maar waar jullie het voor doen, is uiteindelijk om ongelooflijk veel geld aan de ene kant binnen te halen, uit te geven, en vervolgens dat we in Rotterdam nog weer wat extra's op gaan halen in het najaar. Ik hou er rekening mee in mijn agenda. Dus lopen, sfeer maken en dan zien we elkaar zondag op de koordbar. Ik ben er, zoals jullie ook zijn. Misschien iets minder fit dan nu, maar het hoort erbij. Heel jaar naartoe geleefd en nou, het is nou eindelijk zover. Het is vandaag 4 juni. We gaan over een... Drie! Huh? Oh ja. Ja, ik zal een video opwekken. Ja, we gaan naar 4 juni. We beginnen vandaag in de regen. Dat is voor de lopers denk ik helemaal niet zo erg, maar voor de fietsers ja, even afzien. Het zal niet beter. Even kouleien zijn vandaag, maar het wordt allemaal beter. Ik wens jullie allemaal een fantastische Europa-run. Ik hoop dat het allemaal van gaat genieten. Wees voorzichtig, pas goed op elkaar. En onvoorstelbaar veel plezier. Dankjewel.
jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet, maar elke dag omarmd. En altijd vrolijk, hoe jij dat voor elkaar kreeg. Met oneindig veel moed, leven is niet ver. Oh,
desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Je laatste dag is, leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Laat je horen voor de Almelo lopers van 10, 2, 6, 9. Of nee, want god man, een ju. 3, 2, 1. Super Gier! Hey, hey, hey! Super Gier! Hey! Super Gier! Hey, hey, hey! Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway
En ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Vandaag in de buurt, mannen. Mooi, het is een hartstikke mooi gebouw. Je hebt een hartstikke mooi park voor je. Ja. Je kunt genoeg. Ja, precies. Maar iedereen moet het doen. De school die had er nooit moeten staan. Wat een prachtig mooi park, man. Ja. Ja, maar dat is toch, dat moet, die wezen moeten toch ergens blijven dan? Die worden dan ook helemaal niet meer teruggevonden? Nee. Goosse Maat is een onderdeel van het Nieuwstraatkwartier en bestaat van oudsher uit de 7 straten die om het park gelegen zijn. Aan het park ligt het wijkcentrum Goosse Maat. Het wijkcentrum bestaat ongeveer 30 jaar en is van 2011 tot 2013 flink verbouwd. Wat zou daar te doen zijn? Hoe wordt er naar de ontwikkelingen rondom de Hagedoornschool gekeken? De buurtmannen zijn wel benieuwd en gaan op onderzoek uit. Hallo! Wat een mooie tuin hebt u! Martijn, goeiedag. Jola. Jolanda. Ja. Oh, je bent Pools? Pools. Ah, ja. Kijk eens. De Poolhond. Ja. Ah, ja. De Poolse hond. Hoe lang woont u al in Nederland? Ja. Zo? Kom. Oh, oké. Okay. Hallo. Hallo. Ja. Kom maar. Ah. Kom. Dat doet u allemaal zelf. Ja. 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 Kom maar met jullie aan Vinogrono. Ah. Maar ik kan dus niet vertellen hoe lang je al in Nederland woont. Ja. Ja. Hm. Dat is jammer. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de gastvrijheid. Dankjewel. Dag. Ja, dag. Hoe lang werk je hier al? Nou, het is mijn 10e jaar. 10e jaar, ja, dus je kent, ja, de wijk wel eigenlijk? Ja, zeker. Het is een volkswijkje. Ja. Iedereen kent elkaar, saamhorigheid, gezellig. Met jouw kennis van de buurt, zijn er zaken waarvan je zegt van nou, volgens mij zou dat goed zijn als dat in die wijk, in die school zou komen? Nou, het is hartstikke mooi als dat voor de week is en dat de week activiteiten daar ontplooit. Bijvoorbeeld door de week, met de week. Ja. Activiteiten, ja, door de week, maar ja, met de week. Met de week, nou, het is een hartstikke mooi gebouw. Je hebt een hartstikke mooi park voor je. Ja. Je kunt genoeg. Ja, ja, precies. Ja. Maar iedereen moet het doen. Ja. En als het niet algemeen gedragen wordt, nou, zie ik er niet de nut van in. Ja. Het gaat om die drempel. Ja. 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 En die drempel moet gewoon heel laag zijn. Mijn doel is eigenlijk dat de jongeren ongeschonden hun puberteit doorkomen. Ja. Maar ik heb wel een vraagje voor jullie. Wat dan? Wat vinden jullie van de week? Leuk. Leuk, hè? Kunnen we spelen. En wat vinden jullie van de club? Leuk. Ja? Welke, deze club? Ja. Ja. Hoe heet de club dan? Kinderclub. Kinderclub. Ja. En de tienerclub? Ja. En de meidenclub. Meidenclub. Bij kinderclub gaan we allemaal knutselen. Bij tienerclub gaan we FIFA, biljarten. Weet dat? Gewoon op computer, darten. Kletsen. Dat weet ik het niet zo goed. Lachen. Horen. Ja. Tutten toch bij de meidenclub? Ook. Nee, gewoon knutselen. Knutselen, hè? Maar weet je, het gaat, kijk, alles wat je ziet is een middel. Ja. Hun spelen er meer en alles, weet je wel. Maar intussen hebben we hele gesprekken. En met, ja, de afstand, als we uitjes hebben, hebben, ja, we ook hele gesprekken. Ja. En mij gaat het een beetje om betrekkingsband, vertrouwensband met die kinderen. Ja. En dat ze weten wie ik ben en wat ze, ja, bij mij kunnen krijgen. Ja. Maar ook wat hun kunnen doen voor de week. Ja.
Nou, hoe zeg ik? Ik woon hier al 28, 44 jaar woon ik hier dus. 44 jaar woont u hier. En bevalt dat? Ja, zeker. Ik ben hier opgegroeid in de jeugd. Ja, nou, de mensen die gaan met elkaar rum. Ze gaan elkaar goeiedag. Met de buurman gaan we samen koffie met mannen 5, 6, 6. Oh, dat is ook gezellig. Via het man is gewoon horen over buurmannen. Kent u bijvoorbeeld de buurmensen die daar ginds wonen? Nee. En gaat u daar wel eens samen mee? Weet ik veel, aan de overkant de money. Aan de overkant de money. Ja, dat is wel hier de buren? De directe hier, buren wel? Hier zo wel en dit en dat. Ja, je bent allemaal nieuw gekomen, weet je? Ja. Nou, ik heb in 2012 het zwaar ongeluk gehad. Ja. En dus ik ben een beetje aan huis gekluisterd of zo, zeg maar. Oké, ja. Maar ondanks, het gaat nog beter, weet niet. Ik ga naar de kinderen toe, met de auto, het nummer op, et cetera. Ja. Daar heb ik een klein beetje inspannen en ben gewoon allemaal rechts waar het team in het begin van zit. Maar als iemand anders het zou gaan organiseren, dan zou u er wel heen gaan? Nou, als iets meer dat leidt, weet niet. Toch? Ja, dat, waarom niet? Ja. Wat zou een leuk ding zijn om die mensen, andere mensen, nieuwe mensen in de buurt te leren kennen? Ja, ik vraag me af, hoe doe je dat? Ja. Als je wilt organiseren, dat een hoop mensen hier zeggen van nou, bekijk eens. Nou, dat is niet onze conclusie. Nee? Nee. Oh. Nee, ze willen wel, maar ja, geen tijd of moeilijk of druk of veel. Ja. Dat. Dus als er iets georganiseerd wordt, dan komen ze, willen ze wel. Ja. Maar om zelf iets te doen, dat vinden ze, dat is dan toch nog wel een moeilijk dingetje of zo. Ja. Ik vind die gezellig worden. Ja. Geloof ik. Sommigen zeggen van, oh, ik wil hier niet wonen, weet niet, dit en dat. En dan loopt hij met tattoos en weet ik. Jongen, er zitten allemaal gewoon sociale mensen. En heb je ook het gevoel dat het zeg maar ook seizoengebonden is? Dat het zomers meer mensen buiten zijn dan, dan winters? Ja. Dus dat zal dan ook, daar zal het toch ook wel mee te maken hebben? Flink ijs, hè? Dan wordt de vijver wel weer gemaakt. Ja, dan kunnen we schaatsen. Ja. Schaatswedstrijden. Dat was een mooie tijd hier. Ja, Jongen. Ja. Door heel Almelo kwamen ze hier naartoe. Ja. Wilt u nog een sticker? Ik denk even, wil ik toch aan de overgang? Wil dat schoorsteen even hier? Dat is ook niet uit. Dat was wel zwart gegeven. Dat was zwart geweest. Nee, bedankt. Doei. Doei. Oh, sorry. Zijn die witte keels. Wat een mooie blonde kuip heeft u. Ja. Heb je die? Ja, nee, je hebt er ook wel. Nee, dat hebben we mij altijd op. Och, kijk dat eens op. Ben je er nog nooit op visite geweest? Dan? Wie zijn jullie en dan komen jullie welkom in de buurt? Die school die had er nooit moeten staan. Het was een prachtig mooi park, man. Ja. Sportveld. U woont hier al zo lang dat u dat kan herinneren. Ik woon hier al 50 jaar. Kijk, net zo ongeveer als de buurman. Ja. Oh, u kent de buurman natuurlijk ook heel goed. Ja. Ja. Het is een volksbuurt, hè? Ja. Wordt wel iets slechter, maar... En hoe heet het dan, als je bij elkaar langskomt? Een biertje halen of... Nee, een kistje bier ertussen. Hè. Ja. Ik schrijf er gewoon aan. Gewoon aan. Ik kom gewoon aan. Hallo, hij komt erbij zitten. Alleen een biertje. Echt waar? Ja, dat is goed. Dat is hier en daar ben je daarachter in de Wolderstraat. Ja. Maar je kunt het zien in huis. Wat moet er dan met dat schooltje gebeuren, volgens u? Gewoon even... Volgen mij een buurthuis. Gewoon weer een buurthuis, ja. Maar die kinderen die gaan soms en smiddags ook daarin. Ja. En dus, ik ga er niet in, maar er is een oude lui. Kaartavond en bingoavond en noem maar op. En waar maken u dagen mee vol? Waar ik er eigenlijk mee vol maak? Ja. Ik doe nog een beetje in Oud-Dijzen. Oké. Kopen. Ja. En een beetje knoeiwerk op de oude dag. Nog steeds? Ik heb één adresje en dan krijg ik elke vrijdag een wagentje vol. Ah joh. En dan ga ik mooi uitzoeken en dan dinsdag breng ik het weg. Een beetje bijverdienen, een beetje bij. Ja, nou. En, zou je dan... en je hebt wat te doen. Je bent alleen weg. Ja, je moet wat te doen hebben. Een algemene kamer ik ben 83 jaar, dus ik vind het goed. Dankjewel. Jongens, de mazzel, hè? Jo, de mazzel. Hallo. Hi. Wij zijn de buurtman. Hoe vind je het om hier in de buurt te wonen? Ja, gaat wel, hè? Gaat wel. Ja, in het begin was het een beetje gezeur op mijn katten en zo. Oh, ik zag hem net hier voor het raam, was best Ja, ik had die eerst vier eentjes sinds kort weg. Ach. Ja, want we hebben zelf wel het gevoel dat iemand hier het heeft gedaan. Hm. Want hij kwam altijd terug en zo in één keer bleef hij weg. Oh, iemand heeft gedaan iets verkeerds. Dat denk ik. Iets, oh. Ja, dat denk ik. Oh, wat vervelend. Maar hè? Voor de rest zitten we wel op onze plek hier. Wij gaan zoiets van. Ja, aan de ene kant natuurlijk, je gaat een beetje wel missen. Maar ja, aan die periode was ik ook net zwanger. Okay. Dus ik had zoiets van: weet je wat het is? Mijn kind gaat voor, mijn kind zit op één straks. Dus bekijk het maar, ik vind het goed. Ja. Ik ken de Goorse Maat. Ik woon hier nou zelf sinds april. Maar mijn ouders wonen hier en ik weet gewoon hoe het gaat hier. We worden ook erg uitgescholden, ik ben veel gepest. Je bent toch hartstikke leuk en griet zo? Ja, maar ja. Heb je iets stouts gedaan? Nee, we hebben maar niks gedaan. Nou. Heb je het gevoel dan dat de wijk dan jou niet omarmt of zo? Nee.
interesseert ze niet. Maar het interesseert mij ook niet meer als zo moet hoor. Oh, wat zonde is dat, ja. Dat is wel, maar dat is wel jammer. Ik kan me wel voorstellen dat het wel gezelliger is als je met z'n allen gezellig... Ja, maar... Ook een beetje in contact te komen met de buren, hè? Dat je misschien ook wel achterkomt van... Ja, maar wacht eens eventjes, daar woont een mevrouw, die heb ik nog nooit gesproken. Die heeft vorige week een kat gevonden en ze weet niet van wie die is. Alleen dit stukje, alleen de Elstraat, zijn al 22 katten vermist. Ja, oh. Vermist. Zijn gewoon al weg. Oh ja, maar daar moet toch wat aan gedaan worden dan, Dolly? Ja, dat vind ik dus ook, maar ja. Maar we hebben van alles al geprobeerd, we hebben al een weekagent, alles al, maar... Er is gewoon een kattenhater ergens, denk je. Ja. Ja, maar dat is toch, die beesten moeten toch ergens blijven dan? Die worden dan ook helemaal niet meer teruggevonden? Nee. En ik zag net, we zagen net een katje zo lief naar ons zwaaien. En toen belden we uit, toen ging die blaffen. Nee, dat is een hond. Oh. Hondje. Oh, was dat het? Maar ja, je bent zwanger. Ja. Kijk, dat is dan wel weer leuk, toch? En zwanger ze nog even. Ja, dank je. Hé, hey, sterkte met die kat, ja. Doeg. Doeg. Ja, maar wie heeft die rommel gemaakt dan? Ik ook. Nee, je moet het wel naar het putje. Hier, krijg gewoon een natte. Zo grappig hè, als dat mooi weer wordt, dat iedereen dan ook gelijk weer meteen naar buiten gaat. Ja, mensen zijn gelijk gevoelig hè. Ja. Alsof hij ervoor geboren is hè. Het is net alsof hij een straf... Eerst naar de goot moet vegen. Ach, wacht maar in. Ja, laat haar nou maar op haar manier doen. De buurman bemoeit zich ook wel overal mee. Ja, het is niet echt helpen wat ik nu doe, hè? Nee, dat is mijn moeder en dat is de buurvrouw. Dat komt niet als de bewoner van de straat. Hoe lang woon jij hier? Nee, hoe lang jij hier wonen in de straat? Heel lang. Oh, dat is helemaal een handig ding, joh. Netjes, je bent helemaal klaar voor de zomer, joh. Ja, zeg ik, Teun, zet je er nog veel klaar. Dat is een mooie vogeltjes. Dat is wel leuk om even te filmen. Kijk, daar zit de jongen. Hallo. Roekoe. Staat er wel op, hè? Ja. Hier. Ik zou hier wel willen wonen. Hey, yo. Yo. Je spaart duiven en kanaries en hondjes. Ja, nee, die spaar ik niet. En dan denk ik, die krijgen ze allemaal weg in een hoekje. Ja, dat weet ik toch niet. Jij lijkt me wel zo'n typje dat iedereen kent in de buurt. Maar dat heeft iedereen. Ja, dat is maar goed. Als je zoveel je woord, iedereen kent iedereen. En als het ware ben je allemaal met elkaar opgroeid. En vriendjes en vriendinnetjes. Die altijd, die zijn altijd, maar hij nog veel andere mooier speelt. En het woont allemaal, ja, de meeste niet. Ja, zijn ook de meeste zijn ook allemaal blimang eigenlijk. Ja. Dus jullie zijn wel de eerste, zeg maar, buiten. Lekker. Ben je altijd zo vroeg? Nee. Wat vind je leuker dan... Maar het was vandaag mooi weer, ik denk nou. Het hele weekend al. Ja, nou. Ja, het is druk geweest. Maar lekker eigenlijk thuis door. Leuk, nou mogen we jou bedanken. Dat is hartstikke lekkere koffie. Ik vond de koekjes van een euro ook erg lekker. Ik zal u de pak maar doen. Nee, 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 dus. Hi. Hi. Wat is voor u te doen? Ja, Boesa, zo'n 1300 Suzuki, die kan ik u al laten zien. En nog een Porsche, heb ik er staan. Allemaal achter thuis? Ja. Nee. Hoe past dat dan? Dank u. Oh, nee. Oh, nog een mooie blauwe, die past bij de buurman, dat zie je dat? Ja. Deze is begrensd tot 300 kilometer. Dus hij kan wel harder, maar daar zit een begrens op. Ja. Daar heb ik deze reeks zo'n beetje 16 jaar mee gereden. Zo. Toen wacht je toch ook niet dat hier achter zit? Nee. Oh. Ja, en dat,
Dat kun je alleen maar als je werk daar maar van wat dan ook zeg. Nee, nou snap ik ook wel dat u geen tijd heeft. Mag ik onbeschoft zijn en vragen wat voor werk u deed dan? Slachter. Borstvingers. Ja. Borstvingers, allemaal gebakt. Ja. Maar gewoon slager in de winkel of in nee, de op slachthuis. Slachthuis, ja. Ah, oké. Okay. Hey, maar wat een leuke hobby, joh. Dit is gewoon een roodje van mijn vader. En er nog één? Ja. Oh, ook leuk. Ook mooi ding. Dit is allemaal van u? Dit. Ja. En dat huisje ook? Ook. Ja. Deze huizen, de huur ligt laag. Ja. En nou ga je ook al met de kant op van bijstanden. Beter. Ja, maar de ijsbaan had je hier ook. Hmm. Ja. Maar die is nou 1,60 meter. Ja. En, maar nu is het, heeft nou een functie van als je een wolkbrug hebt, het water kon hier niet weg, dan is dat aangesloten op het park. Dus dan is het hier ook droger in huis? Ja, ja, ja. En nummer 42 hebt, dan zit je zo'n beetje in de midden, dat heb ik nog meegemaakt, dan kon je hier niet meer door de straat toe. Ja. Want dat stond helemaal blank. Ja. Dat was een heel raar verhaal. Ja. Die school die had verder het park in moeten. Maar toen werd er gestemd, er zat er 1 stemverschil in. Ja. Maar anders dan doorgegaan. Maar het ging niet door, maar zetten ze die school zo dicht aan deze kant. Ja. Dan keek je er tegenaan. Ja. En vroeger kon ik helemaal van hieruit. Dan kon je helemaal naar de overkant. Ja, ja. Je maakt blieven dat het niet zo groot is. Ja, je kunt wel discrimineren, maar uit dat gebouwtje wat groter was, dan kon ze hem gebruiken voor asielzoekers. Ja. Maar daar is hij nou iets te klein voor. Maar dat is toch niet zo erg? Ja, ik weet niet. Eerlijk gezegd, ik ben niet haatdragend. Dat wordt gewoon weer gebruikt voor een mooie functie, maar... Ja. Maar daar heeft u wel vertrouwen in? Dat het weer... Ja, dat dacht ik wel. Ja. In 1970 ben ik begonnen met een Super 8 film. Wow. Staat die school helemaal niet op. Van de buurt, wat heeft u allemaal gefilmd dan? Ook de ijsbaan en zo wel. Nee, maar we willen wel een leuke sticker geven. Dat is de top van de buurmannen. Oh. We kunnen de brievenbus doen. De brievenbus, dan komen we nooit weer. Of voor de ramen. Terwijl de bewoners van de Gozermaat nog even rustig de kat uit de boom kijken, vragen de buurtmannen zich af, een wijkcentrum en een lege school, waar wat te doen moet zijn, dat wordt een bijzonder verhaal. Nou, ik had wel graag een ritje in de auto gemaakt. De buurtmannen beginnen te grijnzen. Maar hoe dat afloopt, dat zie je in de volgende aflevering van De Buurtmannen gaan op expeditie.